Oud-president Ronald Venetiaan, tevens erevoorzitter van de NPS, heeft gisteren onomwonden gezegd dat er verkeerde informatie wordt gegeven over het vertrek van Alcoa uit Suriname. Venetiaan en partijvoorzitter Gregory Rusland spraken in Grundjari tijdens een goed bezochte bijeenkomst. De NPS-toppers deden uit de doeken wat er tussen 2003 en 2010 gaande is geweest tussen de Alcoa, BHP Billiton en de toenmalige regering. Venetiaan merkte op dat de zaak nog niet verloren is voor Suriname. Hij verwacht een kritische houding van de Nationale Assemblée. Er moet voor gewaakt worden dat de bauxietreserves van het land niet verkocht worden. Maar er is een heel gedoe van is er een overeenkomst of is er geen overeenkomst zolang de Assemblée niet goedkeurt. De regering vertegenwoordigt de staat Suriname. De Assemblée vertegenwoordigt het volk en het hoogste gezag, maar de regering vertegenwoordigt de staat. En ik geef het u mee als denkwerk, ik ga er verder niet op in. Ja, want ik wil niemand troefs in handen geven. Maar niet voor niets heb ik gewezen op de MOU die jaren geleden gesloten is, waar uitdrukkelijk stond. Overigens was een MOU van we gaan onderhandelen en als we het eens zijn geworden, is het onder goedkeuring van de Nationale Assemblée. Dat was de erevoorzitter van de NPS, Ronald Venetiaan. Partijvoorzitter Gregory Rusland, die minister van Natuurlijke Hulpbronnen was, heeft aangegeven dat Alcoa Suralco voorbereidingen troffen om veilig te zijn tot 2020. Overigens zeggen ze, en dat schrijven heb ik hier, dat ze op dat moment geen heil zien in de ontwikkeling van het bauxietpotentieel in West-Suriname. Op een later moment wel. Wat we hebben gedaan toen is dat we hebben gezegd van luister, BHP Billiton is geïnteresseerd, dus wij gaan in onderhandeling met Billiton om te kijken wat wij kunnen doen in West-Suriname. We hebben toen twee teams opgezet, een onderhandelings- en een strategisch team. En ik denk dat het belangrijk is om hier de namen te noemen. Het onderhandelingsteam bestond uit mevrouw Manidaal Vogeland als voorzitter. Die is nog steeds, als het goed is, verantwoordelijk voor de onderhandeling van de production sharing overeenkomsten van staatsolie. Die hakt dagelijks met het bijtje over contracten dus. Waarom mevrouw Rita Vasseur Madouman? Die was directeur van het Bauxiet Instituut, is het nog steeds. Aldus Gregory Rusland, voorzitter van de NPS. Hij sprak gisteren in Grundjari over de Alcoa-kwestie.